Veel van jullie. Mijn bril afzet. Hallo allemaal. Veel van jullie hebben gevraagd over ons emigratieverhaal. Wat ons ertoe gebracht heeft om te emigreren. En nou wil ik het daar graag over hebben. Maar mijn batterij gaat bijna dood. Dus je zult even moeten wachten tot ik die verwisseld heb. Niet dat dat jullie tijd kost, mij. Maar goed. Ik heb natuurlijk al het een en ander verteld. Zo kort, tussen neus en lippen door. Wat de meeste van jullie weten is dat ik twee boeken heb geschreven inmiddels over onze emigratie. Zweedse buren en rare jongens die Zweden. Allebei uitgegeven bij Van Dorp Uitgeverijen onder imprint van Grenzeloos. Grenzeloos is een fonds binnen de uitgeverij. Daar vind je trouwens heel veel emigratieverhalen. En elk jaar wordt natuurlijk een beurs gegeven, een emigratiebeurs. En de specifieke Scandinaviëbeurs, daar staat de uitgever altijd met een eigen kraam. En daar kun je alle informatie krijgen over de boeken. Uiteraard zijn ze ook gewoon te bestellen. Ik wilde jullie een stukje voorlezen uit het eerste boek. En daarbij wil ik jullie ook vertellen, dat of eigenlijk helpen herinneren, dat jullie een van deze twee boeken kunnen winnen. Zodra we aan de 5000 abonnees zijn gekomen, ga ik een van deze boeken verloten. Onder jullie. Jullie allemaal. Dus iedereen die nu al abonnee is, doet gewoon mee. Anders zou het niet eerlijk zijn natuurlijk. Maar wat ik jullie zou willen vertellen is... ik zou eigenlijk... Jullie kennen me denk ik inmiddels al. Ik kan dagen praten over waarom we hierheen zijn gekomen. En ik denk dat dat best wel herkenningspunten geeft met de mensen die diezelfde behoefte hebben. Of zich niet lekker voelen op hun plekje nu. Ik heb al eens eerder gezegd, als je niet lekker voelt, niet gelukkig bent, dan is een emigratie natuurlijk niet altijd het antwoord. Dat snap ik, voor ons was dat wel zo. En ik ben dit boek gaan schrijven, de eerste. Omdat ik tijdens mijn speurtocht naar leven in het buitenland helemaal niets vond over... wat het nou emotioneel met je doet. En toen had ik zoiets van, nou, dan ga ik dat maar schrijven, want dat is een emotionele rollercoaster. En uiteindelijk blijkt ook dat dus veel mensen diezelfde behoefte hadden van, ja, wat gaat er nou door je heen? Wat leidt er nu toe om te gaan emigreren? En wanneer hak je die knoop nou door? Want dat gaat natuurlijk niet zomaar in één keer. Daarover gaat dus dit verhaal en ik ga jullie het voorwoord voorlezen en een eerste kleine stukje, een anekdote. Tot zo. Nou, dat voelt een beetje als mama vertelt. Misschien is dit een hele saaie vlog voor je, voor sommigen. Dan zou ik zeggen, sla hem over. Weet je wel, er komen elke dag vlogs. Dus je bent helemaal niets verplicht. Je bent niet verplicht om te luisteren, om te kijken. Maar... Nou goed, dit hoort gewoon bij ons verhaal en dit hoort bij onze familiegeschiedenis die wij geschreven hebben hier. Oké, het voorwoord. Mijn man, zoon en ik zijn alle drie in Nederland geboren en getogen. Maar sinds februari van 2012 wonen we permanent in Zweden, in de regio Småland, midden in het bos. Dat wil zeggen direct aan een kruising van de enige geasfalteerde bosweg en een gruisweggetje. Precies tussen de huizen van een boeren-echtpaar en hun dochter met haar gezin. We kijken uit over kleine akkertjes en paardenwei en onze horizon bestaat uit bomen, bomen en nog eens bomen. Daar zijn er genoeg van in Zweden en dat is direct een belangrijke reden waarom we uiteindelijk zijn geëmigreerd. De enorme ruimte en de rust die dit met zich meebrengt. Ik denk dat ons persoonlijke verhaal niet uniek is. Want bijna iedere naar Zweden geëmigreerde Nederlander die wij spreken noemt dezelfde redenen op. Natuurlijk houden veel Nederlanders van rust en ruimte. Maar niet iedereen denkt dan gelijk aan emigreren. Velen nemen genoegen met een vakantie ergens in een rustig gebied, eens per jaar. Bij mij is dat iets anders gegaan. Zweden heeft altijd door mijn hoofd gespookt. Niet dat ik er voor 2002 ooit was geweest... Want het was in mijn fantasie tenslotte ook het land van de muggen en van de kou. Toch heb ik sinds mijn kindertijd altijd al naar Zweden op reis willen gaan. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel zat er gewoon.
Wellicht ben ik in een vorig leven Viking geweest. In ieder geval kreeg ik mijn gezinsleden in 2002 zover om voor het eerst een fietsvakantie te houden in Småland, een regio in het midden van Zuid-Zweden. Het zomerweer zou dat jaar in heel Europa bijzonder slecht zijn, dus nat regenen kon ook in het noorden. Dat maakte dan niet meer uit. We fietsten en kampeerden al een aantal jaren en het wilde en ongerepte van de Zweedse natuur trok ons wel aan. Alle vooroordelen achter ons latende, zoals muggen, kou en regen, hebben we de auto beladen en zijn we naar een door Nederlanders gerunde camping gereden in het midden van Småland. Daar mochten we de auto achterlaten en zijn we een maand door de wildernis gaan trekken, waarbij we steeds in het wild hebben overnacht. Wildernis, ja, want het terrein is niet zo desolaat als in Noord-Zweden, maar wel ruig. We wisten niet dat we voor onze kennismaking het hoogland van Zweden hadden uitgekozen. Alleen onze kuiten hadden daar spijt van. Wij zelf zeker niet. We hebben tijdens die eerste fietsvakantie de warmste zomer die ooit is gemeten in Scandinavië meegemaakt. En dat was een pracht van een kennismaking met het land. Na vier van dit soort fantastische vakanties, waarbij het weer overigens niet altijd zo prachtig bleef, besloten we om een vakantiehuis te kopen in dezelfde regio. We waren inmiddels ook in Noord-Zweden geweest en vonden dit net zo fantastisch. Maar Småland was binnen een dag rijden vanuit Nederland te bereiken. Voor een vakantiehuis is dat prettig, omdat het dan ook de moeite waard is om voor een weekje genieten naar het noorden te rijden. Het huis was klein en jarenlang niet onderhouden, dus we betaalden ongeveer een bedrag dat we in Nederland voor een tweedehands auto zouden neertellen. Omdat mijn man en ik beide van projecten houden, vonden we het een uitdaging om onze vakanties op een heel andere manier te gaan invullen. We wisten dat het in plaats van fietsen vooral klussen zou worden. Maar het vooruitzicht op een eigen plek in ons favoriete landschap was veelbelovend. Zweden is ongeveer 11 keer zo groot als Nederland en er wonen nu iets meer dan 9 miljoen mensen. Niet te vergelijken dus met de drukte in Nederland. Zoals ik al eerder aanstipte, heb ik daar gelijk de belangrijkste reden te pakken van onze emigratie naar het noorden. We houden van een dunne bevolkingsdichtheid en de stilte die ermee gepaard gaat. Daarnaast denk ik dat we echte noorderlingen zijn. Nu ga ik me op glad ijs begeven, want het volgende stukje is nogal generaliserend van aard. Toch kom ik er niet onderuit om het zo aan te geven. Hier zijn de mensen stiller. In onze beleving oorspronkelijker. En dat spreekt ons aan. De deur gaat hier om 5 uur dicht wanneer het eten op tafel komt. De gemiddelde op het platteland wonende Zweed komt na zijn avondmaal niet meer naar buiten. Tenzij hij zijn vee nog even wil controleren, zoals onze buurman. De avonden zijn voor het gezin, maar dat vinden wij zelf ook prettig. Het even bij elkaar op de koffie gaan zoals we gewend waren, is daardoor niet vanzelfsprekend. Wat mij persoonlijk opvalt, is dat veel mensen in Nederland de mond vol hebben van vooroordelen, als de zuidelijke hartelijkheid en de noordelijke stugheid. We zijn het hier grondig mee oneens. In Zweden hebben we zelfs in grote steden als Stockholm meegemaakt dat die saamhorigheid nog te vinden is. En dat gevoel dat je er als individu binnen een samenleving nog toe doet. Als je daarbij respect hebt voor de waarde die de gemiddelde Zweed, als je daarvan mag spreken, hecht aan zijn gezin en aan privacy, dan is het niet moeilijk je als Hollander thuis te voelen tussen de Vikingen. Onze persoonlijke motivatie om Noordelingen te worden heeft vooral te maken met het feit dat we de benauwende drukte en het individualisme van het overbevolkte Nederland wilden verlaten. We wonen hier tussen boeren, bosbouwers, die voor elkaar, maar ook vanaf dag 1, voor ons klaarstaan. Terugkomend op wat ik al aangaf, is het niet moeilijk om te begrijpen dat wij in ons hart Noorderlingen zijn. Niet van geboorte, maar puur op gevoel. Hoe we aan dat gevoel zijn gekomen en waarom we daardoor terecht zijn gekomen in Zweden, is een heel verhaal. Daarover gaat dit boek. Doorspek met anekdotes over onze belevenissen, want emigreren is vooral een avontuur. Dat was het voorwoord. Nou, voor degene die het interessant vinden, komt een anekdote. De weddenschap. De tranen rollen bijna over z'n wangen van het lachen wanneer Kenneth de fles wijn van me aanpakt. Hij heeft overduidelijk onze weddenschap gewonnen. Nadat de fles met een mooie zwaai achter de stoel in de cabine van de bosmachine verdwijnt,
steekt mijn buurman een van zijn dikke werkhanden naar me uit. Terwijl we de weddenschap beslechten, begint hij weer te schudden van het lachen. Hij zal wel denken, rare jongens en meiden, die Hollanders. Ik slof daarna rillend door de verse laag sneeuw terug naar de voordeur, terug naar mijn ontbijt en de warme houtkachel. Tot en met de vorige dag was het werkelijk fantastisch weer en leefden we midden in een welverdiende lente. Vanaf de maand maart genoten we al van een heerlijk voorjaarszonnetje, waardoor ik begonnen was met het planten van groentezaad op mijn overdekte veranda. Overdag klom de temperatuur, ondanks de aanhoudende nachtvorst, al enkele weken trouw naar de 20 graden zelfs. En ik kon me gewoon niet meer inhouden. Mijn beide mannen waren in de tuin al aan het bouwen geslagen en hopelijk zou dat voordat het geplante zaad al te veel was uitgelopen, mijn grote houten kas klaar zijn. De al ontsproten tulpenbollen uit Nederland had ik, nadat de echte wintervorst uit de grond was verdwenen, direct in een onbeschermd plantvak uitgezet. Die zouden er nog steeds voorkomende nachtvorst wel overleven. Kortom, de lentekriebels waren volop aanwezig en het werd ook tijd, want eind januari van datzelfde jaar, midden in de winter dus, waren we naar Zweden geëmigreerd. We landden toen aan in een witte wereld met temperaturen die dagelijks rond de min 15 graden hingen en die 's nachts nog verder naar beneden zakten. Die warme belofte van de zon was dus meer dan welkom. En ik was nu eenmaal gewend om in Nederland rond begin april te starten met het zaaiwerk voor de groententuin. Het ritme van een lichaam dat meer dan 50 jaar aan het Nederlandse klimaat gewend is, verandert ook niet zomaar in één winter. Iedere dag komt mijn buurman langs ons huis. Dat doet hij zelfs meerdere keren per dag. En we zien hem afwisselend in zijn oude Kingcap pick-up en zijn bosmachine rijden. Stevast gaat zijn hand omhoog als hij ons ziet en natuurlijk groeten we hem graag terug, want het is een leuke vent. We noemen hem John Wayne, vanwege zijn wildwapperende witte haren en zijn gedrongen maar gespierde lichaam. Zijn echte naam is Kenneth. Hij loopt al 3 maanden in hetzelfde sweatshirt rond, met een gat midden op zijn ronde buik ter hoogte van zijn navel. In gedachten zie ik hem op die plek zijn flesje bier openen, maar dat is mijn op hol geslagen fantasie natuurlijk. De man drinkt namelijk alleen maar bier en blik. De cabine van zijn kingcap is doordrongen van een intense zweetlucht en waarschijnlijk ruikt de cabine van zijn bosmachine hetzelfde. Het is een harde werker die alle dagen van de week bezig is met allerhande klussen op zijn grondgebied. John Wayne controleert daarnaast meerdere keren per dag zijn bezittingen en dat doet hij al zo lang als wij op deze plek komen. Door eeuwenlange verkaveling van land en bos in dit gebied liggen Kenneths bezittingen nogal uit elkaar en de controle ervan kost tijd. De hele week door rijdt hij daarom, alleen of samen met zijn vrouw, naar zijn paarden, zijn longhornkoeien en zijn boskavels om te kijken of alles er nog is. Enkele jaren geleden kreeg ik een tip over het leren van de Zweedse taal. Namelijk dat het slim is om te kijken en te luisteren naar de Zweedse weerberichten. Dat is vooral handig omdat ieder gesprek met een Zweed wel een moment heeft waarbij het weer te sprake komt. En het is dus goed om de uitdrukkingen op dat gebied te leren kennen. Meteorologen zijn daarnaast goede leraren. Ze praten namelijk met hun hele lichaam. Ze zwaaien met hun armen boven de landkaart om hun verhaal te verduidelijken en wijzen graden en windsnelheden aan op staartjes terwijl ze deze oplezen. Als je eenmaal gewend bent aan de vreemde manier van het nemen van pauzes midden in een zin, of het dwars door een zinseinde heen praten naar de volgende zin, zoals meteorologen vaak plegen te doen, dan zijn dat goede praktische lessen. Ze worden bovendien dagelijks herhaald. Vandaar dat mijn Zweedse woordenschat op het gebied van het klimaat redelijk volledig is. Wanneer John Wayne en ik elkaar spreken, hebben we het daarom stevast over het weer. Niet omdat het nu zo'n interessant onderwerp van gesprek is, maar dan loopt het gesprek tenminste wat vlot. De plat Smollands pratende John Wayne doet mee met het spelletje, want dat is het inmiddels geworden en ik zie hem zichtbaar genieten. Een volle week geleden spraken we elkaar over de geplante groentezaden op mijn veranda en over het feit dat ik de volgende zaterdag had gepland om de kast te gaan inrichten, want dat was onze deadline. Natuurlijk volgt mijn buurman alle vorderingen aan het bouwproject in onze voortuin op de voet. Hij komt er tenslotte 5 keer per dag minstens langs. Mijn enthousiasme de kop indrukkend, vertelde hij direct na het aanhoren van mijn plannen met een brede glimlach dat het die zaterdag zou gaan sneeuwen. Dat is onmogelijk, was mijn reactie, want het is al vanaf begin maart prachtig voorjaarsweer. Nee, het gaat eerst sneeuwen en daarna begint het voorjaar pas.
De glimlach werd zo mogelijk nog breder en ik begon te denken dat ik in de maling genomen werd. Als het gaat sneeuwen, dan win jij een fles wijn van ons, want ik geloof er geen snars van, daagde ik de man uit. We waren inmiddels ver in het midden van de maand mei aanbeland en ik vond zijn opmerking gewoon te bizar voor woorden. John Wayne bukte even naar voren vanuit de cabine van zijn bosmachine om mij de hand te schudden. Die weddenschap stond vast. Maar dan mag het alleen zaterdag sneeuwen, zei ik nog. Hij knikte ernstig, terwijl hij de contactsleutel van zijn machine omdraaide en wegreed. Onze cowboy op zijn ijzeren ros. Korte tijd ervoor hadden we een Nederlands echtpaar leren kennen dat een paar kilometer van ons af een vakantiehuisje had gekocht. We hadden heel brutaal aangeklopt en ons voorgesteld. Het tweetal was net met pensioen en had inmiddels alle tijd voor het verbouwen van hun huis. Omdat we dezelfde inspanningen kenden en interesses deelden, klikten het direct en we nodigden ze uit voor een avondje bij ons. We spraken de vrijdagavond af voordat ze weer naar Nederland zouden vertrekken en ik grapte dat ze dan wel uit moesten kijken voor de sneeuw die zou gaan vallen. We lachten er hartelijk om met elkaar, want tenslotte was het al weken lente. De week gleed voorbij en het weer veranderde nauwelijks. Vele uren spendeerden we in de tuin met het ruimen van oud hout en het verder bouwen aan onze kas. Van het Nederlandse stel kregen we tientallen meters bouwplastic waarmee we het houten bouwwerk dicht konden maken. Dat scheelde heel wat geld, want glas is duur hier in Zweden. Omdat de kas nu klaar was voor gebruik, begon ik zelfs de eerste plantjes in de nieuwe aarde te poten. De temperatuur onder het plastic liep op naar een heerlijke 30 graden. En in gedachten zag ik mezelf al van die donkerrode, zongerijpte tomaten plukken. De vrijdagavond was gezellig en het werd laat. Op het moment dat onze nieuwe vrienden wilden opstappen, keek mijn zoon terloops naar buiten. We wonen midden in een bos, aan een kruising van een verharde weg en een gruispad. Dit stukje natuur wordt verlicht door een paar lantaarnpalen. Maar een wit gordijn van sneeuwvlokken dat schuin door de wind over de velden werd gejaagd, dimde het licht. Ik keek geschrokken op de klok. 11:55. Het zou over 5 minuten zaterdag zijn. Met rode wangen en de klok in het zicht wachten we gezamenlijk de seconde af. Want misschien duurde de bui maar kort. De daarvoor nog glasheldere hemel was inmiddels grijsblauw gekleurd. En in de loop van de uren groeide de bui uit tot een heuse sneeuwstorm. Die uiteindelijk de hele nacht en de dag erna voortduurde. De moraal van dit verhaal is duidelijk. Wed nooit om het weer met een lokale boer. Waar hij de kennis ook vandaan heeft. John Wayne zou goed geld kunnen verdienen als de Zweedse pelleboer. Geen enkele meteoroloog had gerept over sneeuw, hoe duidelijk ze ook hadden gewezen op hun kaarten en gezwaaid met hun armen. De fles wijn heeft hij verdiend, onze Zweedse buurman, en dat komt goed uit, want hij houdt van drank. Heb je interesse in mijn boeken? Natuurlijk heb ik een website, linekebreukel.com. En je vindt mijn boeken online bij iedere online store. Ze zijn te bestellen bij iedere boekhandel. Veel plezier ermee. Tot de volgende.